En in Italië staan we hier voor het mekka van de liefhebbers natuurlijk. Maar voordat we naar binnen gaan is het eerst betalen. Kom maar jongens. Het is heel speciaals. We zijn hier al 2 keer geweest. En alles blijft dus echt hermetisch gesloten. Je komt er dus absoluut niet in. Wat je ook probeert, het is gewoon onmogelijk om binnen te komen. Oh, je betaalt in lires? Ik doe het in lires. Maar hebben we dat nagedacht? Dat is 3 miljoen lire, hè? Het is 3 miljoen. Oké, dat is heel veel. Het is heel veel geld. Het is onbeschrijfelijk. Het is een gevoel en dat moet je gewoon hebben. En anders kom je hier niet. 3000 gulden? Dat is niet onder woorden te brengen. Echt, ik heb er heel veel voor over om hier te kijken en om een heleboel op te steken. En, ja, qua techniek, qua alles. Alsjeblieft. Ik hoorde er net al even voorbij komen. Ja, alleen het geluid al als ze gas geven. Waanzinnig. Ja. Wat hoorde je voorbij komen? De Ferrari kwam er net voorbij en die gaf een beetje gas. Dat gillen van die motor. Heerlijk geluid. Ja. Wat zie je er keurig uit trouwens? Ja, tuurlijk. We gaan de Ferrari toe. En daar kleed je speciaal voor aan? Wat dacht jij dan? Ja. Veel plezier. Zeker voor de directeur. Bedankt. Heb ik nou alles? Is dit het? Ja, er mogen er maar 5 in. Oké. Okay. Possiamo entrare, signore? Grazie. Kom op. Kom dan! We mogen naar binnen! I think you will have an important day in Maranello because going in the factory is extremely difficult because we take our factory closed. And we are proud to give you the possibility to visit the factory today. Thank you very much. Thank you for coming and good day. Have a good day. Is it possible to go in right now in the factory? Sure, sure. Without camera, unfortunately. De werkplaats. Nou, ze hier op de afdeling van Ferrari waar ze de krukassen maken, de knokkenassen draaien. Het ruikt hier heel lekker. Our cars are all, of course, tailor-made, but here in particular we are in a leather tailor shop. We use Connolly leather because they are We zijn steeds in de afdeling interieur. Hier staan een paar stoelen die wachten op een auto. Hier een x-aantal dashboardjes, zittingen, kapjes en alles wordt met de hand gemaakt. De motorenassemblage. No filming, top secret. No filming, no. Oké, we rijden op het exemplaar. Nieuw model. Oh ja? Echt waar? Echt wel. Ja? Oh, ze wordt ook wel nerveus. Hij gaat ineens... Rennen, filmen, man. Ze halen hem zo weg. Ik ga het even hier zo... Prototype. Die zijn ze nog eventjes aan, de, aan het uittesten. Dus, maar die staat erop. Met de telelens. Je hebt toch niet foto's binnengenomen, hè? Ik denk ongeveer een stuk of 30. 30? Tijdens het... Dat mag niet, hè? Nee, dat mag niet. Maar ja, je komt er maar 1 keer, dus ja, moet je daar toch even van profiteren. Komt hij weer. Oké. Nou, en dus nu het moment gekomen. Dit is dus, is inmiddels duidelijk geworden, een Ferrari, hè? Dit is de Ferrari, hè? Yes. Ja, oké. En waar is de driver? Dit is de driver, Mr. Mori. Nice meeting you. Piacere. Oké. Okay. We're going to racing, hè? On the circuit.
kijken. We trekken hem even door de bocht heen met een kleine 200. Onze Ferrari-vrienden, gezellig dat jullie er zijn. Nog even, we zien jou, we zagen je net uitstappen, ja. Dol enthousiast. Ik wil je toch één ding vragen. Stel, het is een rare vraag, maar stel je wint morgen een miljoen. Zou je dan echt zo'n auto ook kopen, zeg maar? Achter elkaar. Dan ging ik dezelfde dag dat het overgemaakt werd, ging ik er een bestellen. Dan ging je er een bestellen? Gelijk, achter elkaar. Ja, en welk type? Nou, dan zou ik een... voor een F50 gaan, oh. Maar die kost dus 1,2 miljoen. Oh. Maar dan moet ik even langs de bank, doe ik even 2 ton bijlenen. Ja. En dan zit je volgend jaar bij ons? Nou, dat is niet open natuurlijk. Dat is niet open, dat proberen we dan even weg te blijven. Ja, maar goed, dat bewijst maar even hoe belangrijk je dat vindt. We hebben trouwens een heerlijk gezellig weekend gehad. We hebben nog in dat speciale restaurant gegeten. Een beetje vervelende brief gehad. Want er schijnen spullen verdwenen te zijn. Servetjes, ja, bordjes. Het bord was te groot. Nou, leuk. Bedankt voor jullie geld. 3 mil de man. Dankjewel. En nou, die 15.000 schulden hebben we dan maar weer in de pocket.